mensen, les 7 alweer. De tweede les van het stilleven. Ik heb een stilleven voor jullie klaargezet. En kijk, een flesje, het kopje wat je vorige week getekend hebt, een eierdopje. Ik ga eerst eventjes, voordat we dit alle drie gaan doen, laat ik jullie even nog zien hoe je de grondvorm ook alweer moet gaan zoeken. Want daar begin je mee. Je begint altijd met de grondvorm. Dus de grondvorm is het eenvoudigste om te tekenen. En van daaruit, dus het geraamte teken je dan, en van daaruit teken je het kopje, of het eierdopje, of het flesje. Ik ga beginnen met het kleine eierdopje. Je ziet, er zijn twee gedeeltes. Ik doe dat even hier aan de zijkant, omdat ik dadelijk straks hier het hele stilleven ga tekenen. Dus ik doe het even hier, de grondvorm van het eierdopje. Je begint weer met een rechte lijn, de middenlijn. Dan ga je de bodem zoeken, en dat is onder het ellipsje. Dus onder teken je het ellipsje. Moet ik het even goed doen. Ga er een paar keer overheen dat je ongeveer voelt van nou, dit is rond en dit moet rond zijn. Dan zie je hier dat het lijntje, dus de dikte van het pootje van het eierdopje, dat die iets dikker is en iets kleiner. Je zet hier dan twee, iets kleiner bedoel ik, de ellips is iets kleiner. Je zet hier twee streepjes. En dan wil je het ellipsje iets kleiner hebben, dus zet je een kleine hulplijn, dat je weet dat je hier ongeveer, zo, in één keer het ellipsje moet doen. Dus iets kleiner, zodat hij hier schuin weggaat en hier schuin weggaat. Kijk, dan heb je hem alle twee kanten al hetzelfde. Het onderste, dus het steeltje, die zie je bijna niet, die zit hier ongeveer, maar je gaat meteen dat kelkje doen. Misschien is het wel makkelijker om ook hier, dus waar je hier zo, waar ik mijn streepje heb, ook een ellipse tekenen, dat is het makkelijker voor, om de onderkant gelijk te krijgen. Dus symmetrisch aan alle twee kanten. Ik zet dan ongeveer hier een streepje. Ik kijk even hoe hoog die moet. Ik denk ongeveer zo. Dan weet je ongeveer, kijk, hij is net zo breed. Deze ellips is net zo breed als het voetje. Dus je zet hier een hulplijn omhoog. Ga maar helemaal omhoog. En je zet hier een hulplijn helemaal omhoog. Hier komt deze ellips, dus je zet hier ook een hulplijn. Hier maak je dan een ellips. Kijk, op deze manier. Een ellips. Maak hem mooi rond. Geen punten hier opzij. Mooi rond. Kijk, dan heb je hem symmetrisch. Dan zeg je van, nou, hoe breed zal die zijn? Je pakt je houtskool, je zet hem er tegenaan weer met je vinger en je duim. En je kijkt, ik pak even gewoon de totale lengte, dus ik zet hem hierop en hierop. Oog dicht, één oog dicht, op de bodem. En dan is die, ja, wat ik al dacht, precies even hoog als dat die breed is. Dus, de hoogte van dit is, of de breedte, dus zo breed, is de hoogte van dit. Dus ik zet hier, ik doe hem iets hoger. Zo, zet ik hem hier zo, een hulplijn. Zo hoog moet die worden. Dus dan doe je alleen maar zo. Streepje naar beneden, een rondje hier naartoe, een half rondje hier naartoe en je hebt hem al bijna, zie je? En hier zet je weer een ellips. Kijk. Zo, maak hem een beetje en doe eens een beetje dun, hè, want je kunt hem altijd weer uitgummen. Dit is de hele opzet van het eierdopje. Hier breekt de lijn, dus hier zit een ellips. Waar de lijn breekt, teken je een ellips. Hier zit een ellips, hierboven zit ook een ellips. En het eierdopje is klaar. Kijk, als je dan even de hulplijnen weggunt, de achterlijnen, dan heb je al bijna het eierdopje. Kijk, deze hulplijn, deze. Zie je? En hier gaat hij achterdoor. Je ziet hem niet, bijna niet omhoog gaan. Ik denk dat hij zo moet even kijken. Oh, hij gaat. Ik kan hem hieruit niet zien. Ik denk dat jullie hem daar wel kunnen zien hoe breed hij hier is. Maar dat loopt ongeveer zo. En dan gaat hij zo naar beneden. Klaar is Kees. En dan is het de kwestie van asseren. Dat is de grondvorm van het eierdopje. Het flesje die heeft ook een hele leuke grondvorm. Die doe ik even hierboven. Je begint weer met de middenlijn. De bodem. Dat is weer een ellips. Nou, let op. Goed kijken dat die symmetrisch is. Hè? Dus kijk, je zoekt eventjes een paar keer die lijn. Niet te hoekig. Hij is vrij rond aan de onderkant. Dan ga ik even kijken hoe breed die is. Ik zet hier alvast een hulplijn. Dun. Want die ga je daar uitgummen. Nog een hulplijn. Dun. Ik ga kijken hoe breed die is. Ik doe hier dus mijn één oog dicht. Hand recht of de arm recht vooruit. En ik kijk even hoe breed die is. En dan ga ik kijken hoe hoog die is. Dus dit is de breedte.
Dit is de breedte van mijn flesje. Ik zet hem onder tegen de bodem aan. En dat is één lijn, dan breekt hij. Dus hij is ietsjes hoog. 1, 2 keer de breedte. Dus 1, 2 keer de breedte. Zo hoog is die. Zo hoog wil ik dadelijk hier komen. Dan ga ik naar deze lijn. Pak weer de breedte. De breedte van het flesje. En ik kijk hoe hoog die is ten opzichte van de breedte. Hij is iets hoger als de breedte. Dus zo. Dit is de breedte. En dan moet hij hier ongeveer komen. Deze lijn. Dus de eerste lijn die breekt. Daar zet je een ellips. Kijk zo. Een ellips. Huppatee. Hebbes. Tussen de lijnen. Verbeter hem een beetje. Dan gaat hij schuin omhoog. Dan ga je deze lijn pakken. Dus hij gaat dan hier iets hoger. Dus zeg maar hier. Tot hier. En dan ga je een boogje overheen zetten. Dat is de grondvorm. Kijk, dus zo. En doordat je een middenlijn hebt, kun je hem symmetrisch maken. Dit is de eerste lijn. Zie je? Dan ga je hier een gaatje in maken. Dus hier teken je weer een ellips. Deze manier. Zo. Deze ellips. En dan ga je, en dat is wel grappig, er zit er een balletje in. Zie je dat? Dit is een balletje. En die zakt een beetje erin. Kijk, dus dit zakt erin. Dus teken gewoon een cirkel. Ongeveer zo. En dan zit die in de ellips die je net hebt getekend. Dat is deze grondvorm. Hier maak je weer een gaatje in hier. Dus als je daar een heel ingewikkeld vaasje hebt, dan maak je heel wat ellipsen. Dat is dit gedeelte. Dan gaat hij schuin omhoog. Hier breekt hij weer. Is iets groter deze ellips. Dus dan zet je hem hier neer. Iets groter. Deze is weer iets kleiner. Dus trek hem hier omhoog. Ik ga hem daar ook niet uitgummen, zodat je hem kunt blijven zien. Deze is weer iets kleiner. Zo. Iets kleiner. En dan heb je hem al bijna. Kijk, want dan hoef ik alleen maar de buitenlijn te accentueren. Dit gaat schuin. Dit gaat die kant op, dit gaat die kant op. Ik maak dit iets vager, zodat je het beter kunt zien. Dus dit is de lijn, zie je? Hier rond. Zo, hier gaat hij iets schuin. Hier gaat hij naartoe, hier. Ik zet die lijn even heel stevig aan. Dat moeten jullie zelf niet doen, maar dat is even om jullie te laten zien hoe dat flesje loopt. En dan heb je hem. Zie je het? Hoe leuk dat is? Dus het onderzoek naar grondvormen is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je dat snapt, kun je alles tekenen. Dus als je ziet wat voor grondvorm erin zit, nou dan is het dadelijk het asseren. Want dan ga je zeggen, oké, nu ga ik de donkere kleur zoeken. Ik ga heel zachtjes dit asseren. Ik ga verder uitwerken. Hier naartoe, hier naartoe. Snap je? Dus dan ga je zeggen van, nou en dan ga je de binnenkant doen. Dat snap je wel. Dat hebben we vorige keer allemaal gedaan. Met het kopje, dat is allemaal precies hetzelfde. Dus dan ga je hem heel zacht asseren. Wat ik bij sommigen zag, dat is dat er weinig gedaan wordt met de lijn. Maar de lijn kun je zo ontzettend leuke effectjes mee zetten. Kijk, en dan bedoel ik dit. Als ik hem hier heel donker neerzet en hier heel licht, moet je kijken wat voor leuk. Dan zie je al dat het licht om het voorwerpje heen speelt. Dus je kunt makkelijk hier ook, dus hier zet je hem dan, geef je hem iets meer aan en hier bijna niet. Kijk, dan krijg je hem net iets meer met iets meer pit. Hier ook, hier dit haal je dan weer weg, want hier stond de zon op, hè? Dus hier maak je hem ietsjes lichter. En zo ga je spelen. Dus doe je ook bij dit bijvoorbeeld, hier bovenop, maak je hem een heel klein beetje lichter. Dus maak je hem hier, zet je hem ietsjes aan. Hier doe je hem bijna niet. En hier maak je hem ook weer donkerder. Zo. En hier kun je hem dan weer weghalen. Dus je speelt met de lijn, zodat je heel weinig hoeft te asseren, omdat dat je daarmee kunt spelen. Oké, nu gaan we het stilleven doen. Ik hoop dat mijn filmpje een beetje scherp blijft. Oké, je gaat het eerst kijken. Nu is het voor mij heel moeilijk om van jullie af het stilleven na te kijken. Want ik sta er schuin op. Omdat ik het zo exact mogelijk jullie wil laten zien, ga ik ook van deze kant het stilleven neerzetten. En jullie kijken dan, zet zelf zoiets neer en zorg dat dit, dus de horizon, recht is voor jullie. Dus ga niet vanuit een hoek tekenen. Maar doe het maar eventjes vanuit een rechte, horizontale lijn. Ik pak deze lijn voor mij als horizontale lijn. Ik ga de achterkant het eerste tekenen. Dat is hier. En hier zet ik de voorkant neer.
Zo, op deze manier. Het eerste wat ik doe, als je dit allemaal hebt neergezet en begint met niet te veel voorwerpen, begin 3 of zo, dat is wel leuk. Dan ga je als eerste de bodem overal neerzetten. Waarom? Omdat je dat makkelijk kunt verschuiven. Ik begin met het eierdopje, dan zeg ik van nou, die zet ik hier ongeveer neer. Hier zet ik ongeveer een flesje, dat doe je even zo uit de losse hand. Kijk, nu kan ik al zien van hey, ik heb hier ruimte. Ik kan hier mooi tussendoor. En dat moet ook, want je kunt geen ellips in een andere ellips zetten. Dat kan niet, want ze moeten achter elkaar staan of voor elkaar. Deze zet ik hier neer. En het kopje zet ik hier neer. Ongeveer zo. Kijk, is het nu mis, want ik vind dat deze te ver naar die kant staat. Dan hoef ik alleen maar de bodem uit te gummen. En dan schuif ik hem een beetje op. En dan zet ik hem, als ik zo kijk, hij komt een beetje hier. Zo. Zet ik hem hier neer. Als je daar tevreden over bent, dat alles goed staat, dat de ellipsen de breedte hebben die jij wil, dan ga ik even meten. Ik kijk naar mijn flesje. Hoe breed is die ten opzichte van het kopje? En dan zie ik dat het flesje breder is als het kopje. Dus deze ellipse moet iets kleiner zijn. Die gum ik dan een beetje uit en ik maak hem iets kleiner. Dan kun je nog even meten. Nou, hij mag nog wel wat kleiner zie ik. En blijf altijd meten. Meet hem weer. Ja, hij is iets kleiner. Goed, de randjes gum je weer uit. Je controleert even of deze afstand goed is. Dan ga je de middenlijn doen bij allemaal. Dus je tekent hier een middenlijn. Hier teken je een middenlijn. En hier teken je een middenlijn. Dan heb je ongeveer een beeld. Ik ga beginnen met het flesje. En dat doe ik alleen de grondvormen. Dus ik ga hem zo hoog opbouwen. Weet je, 2 middenlijnen. Ik ga weer kijken de breedte. De breedte was iets hoger dan 2 keer. Dus de breedte, en dan komt hij ongeveer hier. Dat is de breedte. Hier zet ik weer een hulplijn. Hier komt een ellips. Weet je nog? Deze lijn, waar die breekt. Dan gaat er een boogje op. Dat is dit boogje. Dus vanaf hier. Dus een boogje erop. Ik doe het allemaal heel dun, want je kunt het nog steeds gummen. Dan gaat hier weer de ellips, dat is deze. En de ellips is het gaatje maken waar dadelijk het balletje in komt voor het flesje. Dan ga ik het balletje doen. Je kunt het ook meten van hoe breed is dit ten opzichte van dit. Ik denk dat het 2 keer, 1, 2 keer. 2 keer tot aan de lijn. Dus 1, 2, 2 keer tot aan de lijn. Dus het balletje is zo groot. Je tekent het balletje erin. Zo, je tekent hier weer een ellips. Zo, aan die kant, deze ellips. Je bouwt hem weer verder op, omhoog. Je tekent het halsje. Deze ellips is iets breder, dus teken de ellips iets breder. Je tekent hem weer omhoog, dat is de bovenkant. Doe maar gewoon recht en je tekent hier weer een ellipsje. Je ziet iedere keer als de lijn verandert, teken ik het ellipsje. Teken je een ellipsje. Dan gaat zo de fles, ik doe even weer een donkere rand eromheen aan de donkere kant. Jullie laten hem gewoon zo staan. 1. Het flesje. Nummer 2. Ja, dan kun je die rand kun je ook nog doen, maar dat kun je ook later doen. Dus laat hem eventjes zo staan. Dan ga je naar het eierdopje. Die staat daarvoor. Dat is fijn, want dan kun je ten opzichte van deze, dit is jouw meetpunt, kun je deze tekenen. Dus als ik nu kijk, hoe hoog zit die in de fles? Dus ik pak eventjes zo. Ik kijk met mijn houtskooltje, zet mijn duim erop. En dan zie ik dat die ongeveer 1/3 is van hier. Dus 1, 2, 3, tot hier. Dus ik denk dat die ongeveer zo hoog komt. Dat heb ik net gemeten, de hoogte van het hele eierdopje. Je begint weer met de ellips, die heb je nog. Je zet 2 hulplijnen vanaf hier, vanaf hier. Hier maak je weer hier maak je de ellips weer iets kleiner, weet je nog, het voetje. Iets kleiner. Zo, een ellips erop. Het bakje, weet je nog, die stond hier ongeveer. Dus het bakje maak je eerst de ellips aan de onderkant. Maak een ellips. Die is weer net zo groot als de bodem. En die kun je precies, als ik hier tussendoor kijk, zie ik de bodem van de fles. Dus hij komt precies hierdoor. Tussendoor. Zo, ik maak een bakje erop. Dus hij gaat hier iets schuin. Zo. En ik maak hier de andere ellips.
En mijn eierdopje staat er al op. Ik maak hier een beetje schuin die kant op. Hier maak ik een beetje schuin die kant op. En zo staat het eierdopje er al op. Zie je? Laat het maar even zo schetsmatig staan. Hier kijk je doorheen. Dat is natuurlijk in het echt niet zo. Maar je laat hem zo even staan. Dat gum je dadelijk uit. Dan ga je het kopje doen. Het kopje, ga je weer naar de fles kijken. Hoe hoog wordt het kopje? Ik denk de helft. Dus ik meet hem weer even. De helft van de fles tot aan de breuklijn. 1... Iets meer. Dus hij komt ongeveer hier. Als dit de helft is, komt hij iets omhoog. Dus ik zet hier weer een lijn. Een hulplijn. Voor de hoogte van een kopje. Je zet weer twee hulplijnen omhoog. Hier nog een hulplijn omhoog. Je zet die ellips. Die was iets groter, weet je nog, van de vorige keer. Dus die zet je twee lijntjes naast de hulplijn. En je zet hier een ellips. Zo. Mooi rond maken. Dit mooi recht maken. Je kunt eventueel nog het oortje erin, want die zie ik hier ook. Het oortje erin maken. En dan heb je het kopje al klaar. Dit is iets schuin. Hier zit nog een ellips, weet je nog? Zo, dit is in grondvorm. Ga dat maar eens oefenen. Hoe je in grondvorm alle voorwerpen bij elkaar zet. En het belangrijkste in deze les is dus de verhouding ten opzichte van elkaar. Dus je tekent één groot voorwerp. En de andere teken je er in verhouding bij. Dus dan ga je meten met het grote flesje. En dan meten, meten, meten. Als je dan nog zin hebt, ga je hem asseren. Hoe leuk is dat? Dat je hem ook nog bijna echt kunt krijgen. Gaan we volgende keer nog een keer flink oefenen. En dan zal ik je nog meer effecten laten zien van het asseren. Of misschien iets erin zetten. Zo gaan we steeds een stapje verder. Nou, het was een lange les vandaag. Flink oefenen. Ik ben heel erg benieuwd. En... maak er iets moois van.